volle bak hier op het Nationaal Automotive Congres met het thema Total Reset. In de afgelopen afleveringen hebben wij gezien hoe die reset gaat plaatsvinden in de mobiliteit en in de retail. En in deze aflevering gaan we kijken naar de reset van yourself, van de mens. En natuurlijk ook de reset in de aftersales. We beginnen bij dat laatste. Paul van der Boogaard zocht voor ons uit waar die reset in aftersales nou precies zit. Alexander, what do you think that the development will be in the automotive aftermarket in the coming 10 to 20 years? And what role will Caruso play in this? The automotive aftermarket will develop much more towards services in the future. Services around mobility, the needs of a mobility user coming from the end user side or coming from the B2B side, this means from the fleet side. Because what is going to change is that a guy who is driving the car and using the mobility will no longer be also the guy that decides where the vehicle will be serviced and maintained. So this will be a significant change. And the role of Caruso in this is to support the companies that provide these services, these mobility services, with the necessary data. Okay, and can you give an example of what a garage, for instance, like maybe a Bosch car service or in the Netherlands vakgarage, what can they do with Caruso? For a Bosch car service, for example, in the Netherlands, the advantages are straightforward. First of all, they get more customers. How do they get this? Because Bosch, for example, put a piece of software on the marketplace that enables everyone who uses the software to book a Bosch car service. That's one thing. The other one is the Bosch car service can get additional information that drives his process efficiency. Process efficiency from the moment when the customer comes into the door all the way through the workshop till the customer at the end pays the bill. Okay, and which data is already available, for instance, from which car brands? Because the goal is to get car manufacturers to put their data on Caruso so that independent workshops can use this data. Are there already any OEMs on the platform? What is the first OEM that is on the platform since half a year is BMW. There we are continuously improving the service coverage and the performance of the system. Mm-hmm. And another two currently we are piloting. And which data is this that BMW sends to Caruso? It varies along the drivetrain. These are standard data that are straightforward. Some of the data are more useful and some of them are less useful. So you have to look into the individual set of the 76 data items that are currently available. Bernard, hoe verwacht jij dat de komende 10 jaar eruit gaat zien in de automotive aftermarket? Welke reset gaat er bij jullie plaatsvinden? Ja, de reset naar de toekomst toe is, zal ik eerlijk zeggen, voor ons ook nog onduidelijk. We zijn aan alle kanten aan het kijken waar de toekomst naartoe te gaan. Ik verwacht die reset niet op hele korte termijn. Hè. Alle auto's die er nu zijn en de auto's die zullen de komende jaren nog verkocht worden, zullen ook nog redelijk op de, laten we zeggen, conservatieve manier gedaan worden. Maar de e-mobility komt eraan, de elektrische auto komt eraan. Dat zal zeker gevolgen hebben voor de werkplaats. Wij zijn binnen onze organisatie, ook in ons hoofdkantoor in Duitsland, zijn we een automotive strategy groep begonnen. Waar we verschillende workstreams in hebben. Enige die zich op data richt en andere die zich op productontwikkeling op richt. Want je weet bijvoorbeeld alle de minicombis en pleisters die onze moeder zelf maakt. Ja, hoe zit dat in de toekomst met de band? Hè? Is dat een markt die zakt? En als die zakt, wat kunnen we daarvoor vervangende artikelen voor krijgen? Ja. En in Nederland zijn we met onze beurt met clubs, bijvoorbeeld als de Han in Arnhem, Arnhem-Nijmegen bezig. Zitten we in een projectgroep voor de werkplaats van de toekomst. Om daar ook mee te denken, om in ieder geval in die voorfase te zien. Want je merkt overal, ook in de hele service noemen, bij het onderwijs, bij de gemeente, daar zie ik via de VNO dan ook weer bij. Daar zie je op heel veel plekken zie je dat men gewoon zoekende is. We weten dat het gaat veranderen. Ja. Iedereen is er druk mee bezig, maar het klinkklare antwoord is in ieder geval naar onze hoek er nog niet. Het enige wat je kan zoeken is dat je in die voorfase zit. Waar wij in zitten, onderzoeken. En dan gaat dat beeld zich wel langzaam vormen naar de toekomst toe. Oké, maar een hefbrug bijvoorbeeld, dat blijft, neem ik aan. Een auto moet op een hefbrug en die banden moeten eraf met de machine. Dus dat verandert niet, zou ik zeggen. Dat werkt met je eens. Die zal blijven alles rondom die band. Hè. Ook een demonteerapparaat, balanceerapparaat. Daar verwachten we dat in zekere toekomst ook wel gaan krijgen. Ga je heel ver doordenken. Misschien komen er straks een hele modulaire systemen in een band. Met alles remblok en alles er in één keer af en in één keer weer opklikt. Zal dat ook weer gevolgen
over hebben. Ja. We zetten wel veel meer in op diagnoseapparatuur. Hè. Wij verkopen ook Texa in onze groep. En je ziet dat daar steeds meer behoefte in is. En dat is voor ons ook een hele sterke groep, groeiende productgroep. Er komt steeds meer elektronica in die auto. En daar dus die diagnoseapparatuur is zeker een trend die je ziet. Die nu ook met de veranderingen heel sterk aan het doorzetten is. Hoe trouw is die klant in de autobranche nu? Hoe trouwe klanten heeft een dealerbedrijf of een universeel autobedrijf? Nou, eigenlijk moeten we vaststellen dat daar een beetje een verkeerde perceptie ontstaat bij het dealerbedrijf. Ze schatten die hoger in dan ze eigenlijk in werkelijkheid is. Dat krijgen we soms ook te horen vanuit die importeuren eigenlijk, hè, die cijfers met ons delen. Ja. En die liggen in onze beleving toch wel vrij laag. Ik heb wel onlangs met een merk gesproken, die zagen toch wel ja, zo'n 36% na 3 jaar. Nou, dat vind ik persoonlijk wel heel laag. 36%? 36%. En ja, daar staat er natuurlijk de kracht in om te gaan kijken van hoe kunnen we die klantengetrouwheid en die klantenbinding gaan verhogen. En er zijn natuurlijk wel een aantal initiatieven voor. Hè. Want wat voor percentage zou het moeten zijn in de ideale wereld? Ja, 100% misschien, maar wat is reëel? Die 100% is natuurlijk niet reëel. Maar als je me toestaat om even de vergelijking te maken met België bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk een totaal ander land, ander dealerlandschap. Dan hebben we wel een aantal merken die daar inderdaad na 5 jaar bijvoorbeeld nog op 80% zitten. In de Nederlandse markt ligt dat moeilijker. Hè. Je hebt ook een heel sterk universeel kader. Universele dealerbedrijven die veel nauwer bij die klant staan. Maar het is inderdaad wel de challenge, denk ik, voor een merkdealer om daar bewust mee om te gaan. We hebben het vandaag op het Nationaal Automotive Congres over een total reset van de autobranche en reset en mobiliteit. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je jezelf als organisatie moet resetten. Want anders komt de innovatie niet van de grond. Een van de sprekers tijdens dit event, Sydney Brouwer, die vertelde tijdens zijn presentatie over hoe je nou de bedrijfscultuur kunt veranderen. Sydney, in hoeverre moet je je bedrijfscultuur veranderen om ervoor te zorgen dat je innovatief kunt zijn? Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. Elke keer blijkt uit onderzoek weer dat de cultuur van een organisatie doorslaggevend is voor het lange termijn succes. Dus we kunnen allemaal strategieën maken, kunnen allemaal nieuwe websites of systemen kopen. Als de cultuur niet voedend is aan wat je wil bereiken, ga je het niet redden. En de vraag is dan, hoe ga je die cultuur zo veranderen dat je hem krijgt waar je hem wil hebben? En eigenlijk wordt de cultuur gevormd door de mensen. Door de mensen in je organisatie. Dus eerst voor jezelf bepalen, waar willen we heen? Wat voor cultuur hebben we nodig in de organisatie? Is dat een klantgerichte cultuur? Is dat een digitale cultuur? Misschien wel allebei. En vervolgens jezelf heel kritisch de vraag stellen, heb ik de juiste mensen in mijn organisatie die dit kunnen gaan doen? Heel veel organisaties die willen innovatief zijn, maar die zijn toch vaak, vooral ook wat oudere bedrijven, zijn toch gewoon wel conservatief. Dus als die drijfveer niet intrinsiek in je organisatie zit om te innoveren, hoe doe je dat dan? Wat zou je eerste stap kunnen zijn? De eerste stap is dan om mensen te vinden die het wel hebben en die aan te nemen bij je organisatie, zodat zij van binnenuit de boel kunnen opschudden. En wat heel belangrijk is, zorg dat je in de directiekamer, in je boardroom, iemand hebt zitten die dit wil trekken, die dit kan trekken, die begrijpt wat het betekent. Want een cultuurverandering begint met leiderschap. En daarom moet je ook de juiste mensen hebben die dit kunnen begeleiden. Alles verandert in de autobranche daaromheen. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je als persoon moet veranderen. We hadden vandaag als een van de sprekers illusionist Victor Mits. Die heeft ons toch ook wel weer een beetje gefrustreerd met allerhande trucs en illusies waar ik niet helemaal de vinger achter krijg. Maar Victor, kunnen we er ook nog wat van leren? Kunnen we er wat van opsteken? Ja, zeker. Ik vond het heel erg leuk om vanochtend te mogen spreken. En wat inderdaad, zoals je al zegt, een beetje het kerndoel, de kernboodschap is van mijn presentatie, is dat we allerlei soorten aannames en overtuigingen hebben aangaande ons leven die niet altijd per se waar hoeven te zijn. Een illusie illustreert eigenlijk dat je ergens in gelooft wat niet waar is. Daardoor gebeurt er iets wat je niet kan verklaren. Dat is relevant eigenlijk voor elke branche en ook voor de autobranche. Zoals je al zegt, er moet gereset worden en dat is ook niet uniek voor de autobranche. Heel veel verschillende soorten branches krijgen natuurlijk alles op hun dak. Er zijn heel veel vernieuwingen aan de gang en daar moet je op kunnen anticiperen. En wat je vaak ziet, is dat je brein bepaalde overtuigingen heeft, bepaalde aannames over je eigen werkgebied. En dat je die heel moeilijk vindt om die aannames los te maken op het moment dat er veranderingen plaatsvinden. Nou, wat ik een beetje heb geprobeerd te illustreren is dat je niet altijd aan al je aannames vast hoeft te houden. En dat je sommige dingen best wel in twijfel mag trekken. Waar je nu aan refereert, dat is dat systeemdenken, dat in iedereen ingebakken zit. Waardoor wij van sommige dingen, als we de uitleg
horen, dan snappen we, ja, hoe hebben we dat kunnen denken? Juist. En toch doen we het dan. Ja. Dat lijkt mij ook ons heel erg in de weg zitten als we willen innoveren. Ja, dat is dus eigenlijk ook de samenvatting van wat ik probeer mee te geven. Met elke illusie, elk experiment kan je laten zien dat dat systeem in je hoofd, dat is gehardwired op een bepaalde manier. En dat het heel moeilijk is om los te laten. Terwijl het heel vruchtbaar kan zijn als je je wat meer openstelt voor dingen. Dat is eigenlijk een beetje de notendop wat ik vandaag heb proberen mee te geven. We hebben natuurlijk heel veel serieuze onderwerpen te bespreken op het Nationaal Automotive Congres. Maar af en toe is het ook goed om jezelf een spiegel voor te houden en eens op een andere manier naar de markt te kijken. Daarom hadden we Martijn Koning, cabaretier, uitgenodigd. Martijn, je hebt je even in de autobranche verdiept. Wat viel je op? Nou, het is een ontzettend mooie branche. En er zijn ontzettend veel ontwikkelingen die ontzettend interessant zijn. En aan de ene kant zijn mensen een beetje bang, ook voor de elektrische auto. Want je hoorde dan net dat er dan misschien wat minder inkomsten, omdat er wat minder schade. Maar dan lees ik net weer dat al die accu's vliegen heel snel in de fik. Dus dan komt dat weer allemaal terug. Dus volgens mij gaat het helemaal goed. En ik vind het altijd wel mooi. Maar dit vond ik wel erg spannend, want ik heb totaal geen verstand van auto's. Dat is echt niet. Dus ik weet ook niet precies waar dan precies heel hard om gelachen werd. Ben, we hebben het heel veel gehad over innovatie vandaag. Ja. Wat moet je nou als manager in je organisatie doen om die veranderingsgezindheid en bereidheid bij je medewerkers naar boven te krijgen? Ja. Nou, het interessante is, je zegt het al heel goed, je moet als manager in eerste instantie kijken naar je medewerkers, de mensen met wie je werkt. Het blijkt, als je naar het succes van innovaties kijkt, dat kan je voor 75% verklaren uit investeringen in mensen en slechts voor 25% uit investeringen in technologie. Dat is onderzoek van de Erasmus Universiteit, dat loopt een aantal jaren en dat geldt dus ook voor Nederland. 3/4 van het succes komt van je mensen. En belangrijk is dat iedereen in het bedrijf, ieder mens, de gelegenheid krijgt om daarin mee te denken. Je wilt iedereen inzetten. Je wilt niet als baas van een bedrijf of als eigenaar van een bedrijf alles zelf verzinnen. Je wilt dat iedereen meedenkt en telkens weer nieuwe stappen zetten, voortdurend verbeteren en nieuwe kansen zien. Maar ik hoorde ook dat de meeste managers eigenlijk maar een beetje in de weg lopen in plaats van stimuleren. Ja, het interessante is dat heel veel managers het toch best lastig vinden om dit goed te doen. Het is ook best onzeker. Dat betekent dat je allerlei dingen moet loslaten. Als je mensen vragen stelt en zegt, joh, kom eens met wat ideeën. Dan moet je soms even wachten voordat het komt. Dus eigenlijk komt het, als ik het even helemaal plat sla, neer op maar één ding. En dat is de medewerker. Het personeel, misschien een beetje zelfs oneerbiedig woord, de medewerkers van je bedrijf, die moet je vragen om te kijken naar je concurrenten, wat doen zij goed. En die zijn als beste in staat om te constateren wat de zwaktes zijn binnen je eigen bedrijf. Is dat een beetje de gemene deler? Het is een goede samenvatting, er zijn wel meer dingen, maar dit zijn wel twee dingen. Als je dat gaat doen, dan ga je heel erg veel, heel snel leren. Want ze zien uiteindelijk met z'n allen veel meer dan jij ziet. En vooral in het directe klantcontact of in de directe techniek zijn dit de mensen die het zien. En die heb je nodig. Tot zover onze serie voor dit jaar tijdens het Nationaal Automotive Congres met het thema Total Reset. Volle bak hier, het gaat nog wel even door. Wij zien u hopelijk over 2 jaar weer terug op het volgende Nationaal Automotive Congres.